Yo kijkers van Trebbix Video's, mijn naam is Timo en welkom bij een gastrol die ik maak op Trebbix Video's, waarin ik jullie ga laten zien hoe je iedere speler op FIFA gewoon ieder seizoen minimaal plus 10 in rating kan krijgen en je eigen legends als het ware kan creëren bij iedere club waar je dat maar wil. Ik ga in deze video het voorbeeld laten zien met Patrick Roberts. Hij is nu 65 rated, hij heeft een potential van 81 rated en ik ga jullie laten zien dat hij makkelijk over die potential van 81 rated in kan en dat Roberts voor 90 rated kan worden alleen maar door deze trainingen. Hoe ik dit ga laten zien is door Roberts heel veel te gaan trainen door het hele seizoen. Jullie gaan helemaal niks van het seizoen zien. Ik ga Roberts gewoon het hele seizoen alleen maar trainen. Want zoals jullie weten kan je 5 trainingen op Roberts zetten. Je kan niet maar 1 training per week doen. En op het einde van het seizoen zal hij dan waarschijnlijk een upgrade hebben van 8 of 9. En als je dat volgend seizoen weer heeft, dan is hij al dik over zijn potential heen. En dan is hij ook pas 20 jaar. Dus je kan hem daarna nog steeds verder trainen en dan kan je gewoon een speler richting de 90 rated of hoger halen. Dus zoals ik net ook al zei, creëer dan je eigen legends. Dus laten we snel beginnen. Je moet in principe iedere week bijna dezelfde training doen. Ik doe dan wel op Roberts alle trainingen simuleren. En ik pak allemaal moeilijke trainingen waardoor die sneller beter wordt. Je moet natuurlijk ook voor de positie waar de speler op staat de trainingen uitkiezen. Roberts is bijvoorbeeld een rechts middenveld. Dus je zou bijvoorbeeld ook nog wel wat verdedigende trainingen op hem kunnen toepassen. Aangezien de rechts middenvelders ook wel eens moeten mee verdedigen. En het handig is als Roberts meteen ook meer verdedigt, waardoor hij daar ook sneller omhoog gaat. En waardoor hij sneller hoger is in rating. Zoals je ziet heb ik nu 5 trainingen op Patrick Roberts aangezet. En ik ga dit iedere week gewoon simuleren. En als je dit iedere week doet, dan zal je zien dat je speler zoveel in rating omhoog gaat. Dus ik zal je nu laten zien, als je dit gewoon simuleert, dat hij al een heel stuk omhoog gaat bij sommige dingen. Zoals je ziet heeft hij nou bij El Rondo de verdedigingsskills, heeft hij gewoon 3 bijvoorbeeld stackers omhoog gehaald en dat soort dingen. Hierdoor gaat hij niet meteen in rating omhoog. Maar je zal wel zien dat hij dadelijk veel hoger ligt in zijn rating. Ik ga jullie niet iedere training laten zien die ik ga simuleren. Ik ga alleen een paar belangrijke trainingen laten zien. En laten zien hoeveel rating die op het einde is van deze aflevering. Wat op het einde van dit seizoen is. Dus dan laat ik jullie ook zien hoeveel een speler na 1 seizoen volledig trainen dan is. Ik kan geen enkele wedstrijd spelen, ik ga alles simuleren. Dus jullie spelers zouden op zich nog wel hoger kunnen zijn als je met deze spelers ook nog speelt in het basiselftal. Roberts heeft nu net al de 70 rating gehaald. En het is nog best vroeg in het seizoen, dus namelijk pas september. Dus we hebben pas 1 maand gespeeld. En als je dan nu al 5 plus in rating bent zoals je ziet, dan kan je gewoon echt 90 rating worden binnen 2 seizoenen. Maar laten we doorgaan tot het einde van het seizoen. Of nog een paar momentjes waar ik stop, waardoor jullie kunnen zien hoe makkelijk deze methode is. En dan zullen we zien hoe hoog die gaat worden. Patrick Roberts is zojuist al een 75 speler geworden. Hij heeft al plus 10 bij zijn algemeen zoals je ziet. Hij is nog steeds 18 jaar oud. Zijn stats zijn super ver omhoog gegaan. En ik wil je even laten zien dat het pas 18 januari is. Dat betekent dat we net over de helft van het seizoen zitten. En Roberts nu al plus 10 is. Je merkt wel dat het nu wel iets moeilijker is om Roberts omhoog te krijgen. Maar zoals je ziet, zijn stats blijven heel veel omhoog gaan. Hij heeft een goede vorm. Zijn moreel is erg gelukkig. En ik denk dat we hem nog wel voor het einde van het seizoen misschien wel plus 13 of 14 kan hebben. Ik merk wel dat deze methode erg goed werkt. En je kan het op iedere speler doen. Ook voor spelers die al iets ouder zijn en helemaal geen potential hebben. Ik was even aan denken om dat op Suarez te doen. Die hebben we namelijk aangehaald omdat toevallig Aguero verkocht voor 80 miljoen. Dacht van weet je wat, ik haal Suarez. Dus ik denk dat ik bij hem zou kunnen doen en hem naar 95 bijvoorbeeld zou kunnen halen. Maar bijvoorbeeld is het toch iets makkelijk omdat hij als een lagere speler zou beginnen. En je dan hem makkelijk omhoog kan halen. Maar we zullen zien hoe ver hij nog kan komen op het einde van het seizoen. En tussendoor hoe snel hij zal stijgen. Oké mensen, ik heb een klein probleempje. Het is 2016. Sorry. En het probleem is dat Roberts voor 6 weken geblesseerd is. Waardoor ik hem de 6 weken niet zou kunnen trainen. Ik laat me dan gewoon nog steeds zien wat hij op het einde van het seizoen waard is. Al is hij nou 6 weken geblesseerd. Dat laat ik dan gewoon erbij meten en dan zie je. Dat is wel jammer, want misschien mis ik nou 1 rating of zo. Ik denk dat er wel 1 rating was. Maar dan nog is Roberts enorm gestegen. Hij is nu al plus 10. En dat wordt nog sowieso meer, al is hij 6 weken geblesseerd. Oké, dus de blessure van Roberts is uitgewerkt. En ik heb helemaal doorgespeeld tot het einde van het seizoen. En ik ga jullie laten zien hoeveel Roberts gegroeid is in 1 seizoen. Het is echt niet normaal hoeveel hij op het einde ook nog heeft getoond. Zoals je hier kan zien, hij is 14 in zijn rating gegroeid. Hij heeft nu een rating van 79. En het is 26 juni 2016. Dus het seizoen is afgelopen. Ik ben kampioen geworden. Ik heb gewoon alles gesimuleerd. Omdat deze video alleen gericht is voor Trebbix video's. Zoals je ziet heeft hij 12 plus in zijn dribbling. Heeft hij 88 dribbling. Voor aan het begin van het seizoen had hij 76 dribbling. Hij heeft nu 17 omhoog in zijn visie.
Op het begin van het seizoen had hij in de 60 visie, hij had 67 visie. Hij is 17 omhoog gegaan bij zijn korte passes, waar hij op het begin van het seizoen 66 had. Hij is 21 omhoog gegaan bij zijn lange passes, waar hij op het begin van het seizoen maar 60 van had. Dat is echt een hele hoge upgrade. Hij is 14 omhoog gegaan met zijn balbeheersing, waar hij op het begin van het seizoen maar 67 van had. En hij is 23 maar liefst omhoog gegaan bij zijn voorzetten, waar hij op het begin van het seizoen maar 57 van had. En om jullie een goed beeld te geven van hoeveel Robertson eigenlijk omhoog is gegaan, laat ik je hier zien hoeveel hij in alle ratings omhoog is gegaan. Zoals je hier ziet is hij echt heel veel gestegen. In sommige dingen is hij zelfs 20 plus gestegen, zoals in zijn nauwkeurigheid van de kopballen en in de lange passes. Maar de meeste dingen die ik heb getraind zijn gewoon echt meer dan plus 10 omhoog gegaan. Net stond er ook dat zijn waarde met plus 1000% was gestegen. Dat betekent dus dat zijn waarde 10 keer zoveel is geworden. Hij is nog steeds pas 19 jaar. Hij is nu 11 miljoen waard. Op het begin was hij maar 1 miljoen waard. Hij is dit seizoen alleen al 14 in zijn rating omhoog gegaan. Hij heeft nog, ik denk dat hij nog wel 15 jaar met deze speler kan spelen. En hij is nu al 80 rated bijna. Dus deze methode werkt gewoon heel erg goed om je spelers zo goed te krijgen binnen een paar seizoenen. En gewoon iedere speler 80 plus in zijn rating te krijgen. Ik heb in dit seizoen per ongeluk eigenlijk Aguero verkocht. Dit seizoen maakt het toch niet veel uit, omdat deze video alleen voor Travis video's is. Nou, Suarez had ik al gekocht, zoals ik al zei. En ik heb een paar spelers gekocht waarbij deze methode ook heel erg goed werkt. Maar ik had het deze spelers niet in dit seizoen uitgeprobeerd. Namelijk de spelers Tielemans, die heb ik niet deze methode niet gebruikt. Toch is hij plus 4 aan zijn rating gegaan. Bazoor werkt er ook heel erg goed op. Zijn allebei pas 19 jaar oud. En het werkt gewoon ontzettend goed. Zoals je ziet, ik heb niet getraind, dus plus 4 omhoog. Bazoor heb ik ook niet getraind, dus ook plus 3 omhoog. Sterling zou het ook goed kunnen werken. Rodriguez heb ik gehaald. Daar werkt het ook wel goed op, omdat hij pas 24 jaar oud is. Op Guedes, deze linksmiddenvelder die ik heb gehaald, is het ook wel goed te gebruiken. Op Vaupala, de spits van Manchester City zelf, kan je het ook goed gebruiken. Op Facey kan je het ook goed gebruiken. En op al deze spelers in totaal heb je gewoon zoveel winst dat je kan maken. Als je deze speler een heel seizoen traint, dan krijg je ook 1000 plus in zijn waarde. En is hij gewoon van 1 miljoen, 11 miljoen waard, kan je voor zoveel geld doorverkopen. Maar dit kan je ook doen als je bijvoorbeeld een carrière doet met een minder goede Eredivisie ploeg. En je hebt een speler die 60 waard is en die 20 jaar oud is of 19 jaar oud is. En je traint hem het hele seizoen zodat hij 75 of hoger waard is. Je hebt 10 miljoen en je verkoopt die speler door voor 20 miljoen, want ik denk dat ik Robbers op dit moment voor 20 miljoen of zo zou kunnen verkopen, aangezien hij een hele goede vorm heeft en heel erg gelukkig is. En dan voor een Eredivisie club heb je dan gewoon super veel geld. Dus dit was mijn tutorial voor op TripX video's, want ik wil jullie zien hoe je spelers op FIFA 16 gewoon heel erg hoog gerated krijgt. Hebben jullie nog wat in deze video gehad of vond je het gewoon een leuke video? Doe alsjeblieft al een blauw duimpje omhoog, abonneer op TripX video's en kijk misschien nog eventjes allemaal op Twinity. En dan zie ik jullie hopelijk later op YouTube in een andere video weer terug. Later.